Oh ja, trouwens, like deze video. Yo gamers, welkom bij deze nieuwe video. De vorige video ging over een joch die had ons kanaal nagedaan. Want ik begon dus een kanaal met allemaal andere YouTubers. En dus er is een jongetje en die heeft dus letterlijk het hele kanaal nagedaan. En nu heb ik daar dus een video over gemaakt en hij reageerde op die video van hey, wie zou dat zijn? En toen vroegen we zo van of hij zijn kanaal niet zo kon noemen en gewoon zijn eigen stijl ging doen en zo. En hij wilde dat niet. Hij zei dus dat hij werd gepest op school en dat hij daarom een ander kanaal begon. En hij zegt ons sorry, maar hij verandert zijn kanaal niet. Hij blijft ons gewoon nadoen. En hij zei dat hij wordt gepest op school vanwege zijn YouTube kanaal. Ja, maar kijk, toen ik in groep 8 zat en net toen ik een ander YouTube kanaal had, toen werd ik ook uitgelachen dat ik 6 abonnees had. Maar dat boeide me niet. En ja, het is echt niet leuk, maar dat gebeurt bijna altijd als je een YouTube kanaal hebt. En mensen nadoen is echt niet de oplossing. Dus je moet gewoon je kanaal veranderen, want anders is het echt stout. En al helemaal erg is dat je gewoon de trailer hebt gejat. En dat logo is niet eens van jezelf. Dus verander gewoon je kanaal. En dit doet me trouwens wel een beetje denken aan... Continu leugens over ons te verspreiden. Ja, maar Boris J. gaat er volgens mij ook nog een video over maken. Ik hoop dat hij zijn kanaal weer gewoon normaal doet. En niet meer ons na gaat apen, want dat is echt niet leuk. En zo krijgt hij sneller subs. Want hij zei dat de abonnees eerst langzaam gingen. En nu gaan ze ineens snel. Want ja, wij hadden allemaal een video gemaakt over Overbod. Dus al die mensen gaan naar zijn kanaal in plaats van het officiële Overbod kanaal. Dat wil ik gewoon even zeggen. Je moet niet op de fake Overbod abonneren, maar gewoon op de echte Overbod. Doei! Pesten is stom, pesten is klein. Je hoeft niet te pesten om cool te zijn. Pesten is laag, pesten is flauw. Ik vraag me af wat er scheelt met jou. Pesten is stom, mega debiel. Kun je me zeggen wat er jou bezielt?